Dag Hans, de bankenwereld staat nog altijd in het oog van de storm. Financiële markten reageren bijzonder zenuwachtig op elk nieuwsbericht uit die sector. Het lijkt ook dat het vertrouwen van spaarders en consumenten nog niet helemaal is teruggekeerd. De vorige keer dat we elkaar zagen was eigenlijk net na het omvervallen van Silicon Valley Bank, na problemen ook bij New York Signature Bank. Intussen is Credit Suisse gestut. Hebben de markten ook Deutsche Bank in het vizier genomen? Ja, wat moeten we daar nu allemaal van denken? Dreigt er echt een grotere crisis dan aanvankelijk gedacht? Het minste wat we kunnen zeggen is dat vertrouwen een broos iets is als het recht op aankomt. En dat is wat we gezien hebben. Dat is eigenlijk nog altijd wat we zien. We begrijpen dat mechanisme eigenlijk vrij goed als het gaat over financiële crisis en klassieke bankruns. En eigenlijk kunnen we daar toch, is dat eigenlijk toch wat gebeurd. Eigenlijk gaat het steeds om een psychologisch effect, in dit geval een negatieve zelfvoelende spiraal, die dan mogelijk het systeem in een negatief evenwicht duwt. Dat is eigenlijk wat er op het spel staat. Dan mogen verschillende ratio's van de bancaire sector nog stevig ogen. De fundingbasis, de liquiditeitsratio's, de kapitaalratio's. Dat is allemaal zo, objectief bekeken. Maar uiteindelijk draait het hier om vertrouwen. Daar zijn beleidsmakers nu echt mee bezig om dat in ere te houden. Dat is geen eenvoudige kwestie, maar de klassieke instrumenten tegen bankruns, die hanteren ze wel. En die zijn heel duidelijk uit de kast gehaald. En dan gaat het steeds om garantie voor deposito's en ook over het verschaffen van liquiditeit voor het systeem. Dat alles heeft inderdaad als doel om het vertrouwen te herstellen. Maar als dat vertrouwen nu eens niet zou terugkeren, hebben beleidsmakers nog andere hefbomen? Ja, ze zijn zeker niet machteloos. Hè. Dus waar het dan om zal draaien, is nog doortastender uit de hoek te komen. In dat opzicht is het vandaag interessant om te zien dat er al wel een impliciete garantie is gegeven als we mogen afgaan op de woorden van verschillende beleidsmakers in Amerika, onder andere Yellen en Powell. En daar hoor je eigenlijk tussen de regels dat niet alleen de deposito's boven de $250.000 van die twee banken in het bijzonder, Silicon Valley Bank en New York Signature Bank, zijn gegarandeerd, maar eigenlijk voor alles. Nu, dat is nog niet geëxpliciteerd en dus dat is wel de adder onder het gras. We denken wel dat als puntje bij paaltje komt, hè, dat het als het effectief zover zou komen, laat ons hopen van niet natuurlijk, dat er dan ook die stap wordt gezet naar het expliciteren daarvan, maar dat vereist wel dat er naar het congres wordt gegaan, naar het Amerikaanse congres, dus het wordt dan een politieke kwestie. En natuurlijk is het zo, dat wordt niet onmiddellijk gedaan, omdat er natuurlijk ook het gegeven van moral hazard op het spel staat. En dat is natuurlijk iets wat toch belangrijk is. Ja. En hoe zit dat bij ons in Europa? Wel, hier bij ons in Europa, en dat is wel belangrijk om mee te geven, ook deze week nog. Christine Lagarde had het in die persconferentie op 16 maart al gedaan. Deze week zegt iemand als Philip Lane, dat is de hoofdeconom van de ECB, heel duidelijk. Wij zullen niet aarzelen om liquiditeitslijnen extra te ontwikkelen, moest het nodig zijn. Dat zegt hij in een speech deze week. Dus extra krediet verschaffen. Wat betreft de depositogarantie, die is nu €100.000. Daar kan ik me inbeelden dat het wat dat betreft iets moeilijker wordt, politiek. De discussies, omdat je daar natuurlijk zit met 19 lidstaten die daarover een akkoord zouden moeten kunnen bereiken. Maar in ieder geval, de ECB is zeer vocaal. Ja. We gaan van crisis naar crisis. Heeft dit nu een impact op jullie macro-economische analyse? Wel, voor alle duidelijkheid, wij denken uiteindelijk dat beleidsmakers erin zullen slagen om de rust te laten doen weerkeren. Deze week lijkt de rust relatief mee te vallen. Die lijkt er te zijn. We weten ook dat vertrouwen een broos iets is natuurlijk. Wat betreft het macro-economisch scenario, kijk, het creëert natuurlijk iets wat extra onzekerheid. Hè. Dus langs de ene kant had je sinds het begin dit jaar een aantal vertrouwensindicatoren van gezinnen en bedrijven die terug opveerden, weliswaar van lage niveaus. Anderzijds had je een aantal harde economische data, ik denk aan kleinhandelsverkopen, industriële productie, residentiële investeringen, bedrijfsinvesteringen, die haperen wat, die lieten wat tekenen van aarzeling zien. En daarbij komt dan nog de impact van het voorbije verstrekkingsbeleid van centrale banken. We zien dat al wegen op de kredietvraag bij gezinnen en bedrijven. Ook commerciële banken die hun kredietvoorwaarden wat aanscherpen, verkrappen. Dit komt erbij. Dus we denken eigenlijk dat, if anything, dit nog meer convictie geeft aan het scenario dat waar we eigenlijk al voor gepositioneerd waren. En dat betekent een economisch momentum dat nog verder verzwakt. En een desinflatoire
tendens die nog versterkt wordt. Eigenlijk is die al ingezet in de tweede jaarhelft van vorig jaar, met name in de Verenigde Staten. En de geschiedenis leert ons toch dat spanningen in de financiële sector, bankaire sector, dat die toch een desinflatoir effect hebben, dat dat ook weegt op de kredietverlening. Dat was zo in de grote depressie in de jaren 30. Toen spraken we natuurlijk over een depressie van een andere orde. Toen spraken we van deflatie. Daar zitten we vooralsnog niet heel duidelijk. De savings and loan crisis van de jaren 80, dat was ook desinflatoir. Althans wat betreft de kredietverlening en dan ook de grote financiële crisis. Dus desinflatoire tendens die zich zal verder zetten allicht. Ja. Ja, desinflatie, maar aan de andere kant, Hans, als we vandaag naar de inflatie kijken, zowel in de eurozone als in de VS, dan ligt die nog altijd hoger dan de verwachtingen. Ja, dat klopt. Hè. Dus daar moeten we inderdaad heel duidelijk over zijn. Als je kijkt naar de zogenaamde kerninflatie en de inflatie in de dienstensector, dan is die nog duidelijk boven de doelstelling van de centrale banken, zowel in Amerika als in Europa. Ook de voedingsinflatie, die blijft sticky, zoals dat dan heet, te hoog. Die zal wellicht maar naar beneden komen na een tijdje. Eigenlijk met een soort vertraging ten opzichte van de energieprijzen die al duidelijk zijn gedaald. Langs de andere kant blijft ook die arbeidsmarkt vrij krap. Dus dat alles suggereert toch dat centrale banken vandaag met een moeilijke oefening kampen. Hè. Dus enerzijds de perikelen, verzwakkend economisch momentum, de impact van het voorbije verkrappingsbeleid en dan nu een inflatie en een arbeidsmarkt die nog vrij sterk blijft. Dus dat is hoe dan ook een onzekere situatie. Ik zou, als ik een centrale bankier was vandaag, toch even de kat uit de boom kijken. Langs de andere kant, er is nog meer dan een maand voor de volgende rentevergadering op het programma staat, begin mei. Dus als de situatie kalm blijft, dan kan ik me wel inbeelden dat zeker de ECB nog een renteverhoging doorvoert. Maar het is voer voor discussie vandaag ook in Frankfurt en Washington. Ja, Hans, een onzekere situatie voor centrale bankiers, maar dat geldt evenzeer voor de mensen die beleggingsportefeuilles samenstellen. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, in het begin van het jaar hebben wij het gewicht van obligaties al verhoogd in de portefeuilles. En dat was tegen de achtergrond van een stijgende rente. Maar omdat we toch van mening waren dat economische klimaat wat zou verzwakken en dat ook die desinflatoire tendens zich zou doorzetten, dachten we dat het een goed moment was. En dat is gebleken uiteindelijk, zo kunnen we nu stellen. Ten andere zijn we altijd wel voorzichtig gebleven wat betreft aandelen, omdat dat verzwakkende economische momentum en de druk op de bedrijfsmarges, op de winstmarges, toch voor wat onzekerheid zorgt. Maar we blijven wel geïnvesteerd in aandelen, dat zeker. Want we denken uiteindelijk dat de crisis van vandaag, zoals we die kennen, of tenminste de onzekerheid rond de banken, dat die uiteindelijk wel zal weg hebben, onder controle zal blijven. En dat ook heel duidelijk centrale banken vandaag twee keer zullen nadenken om die rente nog te verhogen. En if anything, dan lijkt de kans toegenomen te zijn dat ze de rente eerder zullen verlagen. Misschien dit jaar nog, we denken uiteindelijk wel, zeker in Amerika. Bij de ECB kan het iets langer duren, maar ook die daling van die rente zou dan voor wat extra zuurstof moeten kunnen zorgen in die financiële markten. Hans Bevers, bedankt. En wie er nog meer over wil weten, die kan ook jullie jongste analyse erop nalezen. Ja, zeer zeker.